vandaag wil ik iets spannends doen. Het liefst buiten, want het is een fantastische mooie dag. Yes, ik heb een berichtje van Job. Hij gaat zo een testrondje met de jetkliko maken. Ik weet niet precies wat het is, maar het klinkt goed. Job! Kijk dan hoe die eruit ziet. Oké, wauw Job. Een hele mooie entrance. Ja, wat gaan we doen? Een beetje voorwerk voor Koningsnacht of Koningsdag. Ja. Want dan gaan we de hele dag mensen inspireren om hun troep gewoon lekker goed op te ruimen. Je gaat een stukje met me meevaren, toch? Ja, ik vind het goed. Wauw, helemaal in stijl. Ja, dan stop je. Nou, ik voel me op het top sexy. Je moet met je gezicht die kant op. Je hebt wel veel ruimte nodig, hè? Jij. Okay, let's go. Als ik iets zie met mijn Havix oog. Deze. Is deze hier. Ja. We are just coming to collect garbage everywhere, so it doesn't end up in the water. Mogen we een stukje appeltaart proeven? Ja, servetje gooi ik weg. Hé, hey, bedankt hè. Dankjewel. Vuilnis ophalen is nog nooit zo leuk geweest. Nou, voor iedereen, denk eraan, Koningsdag, hou het een beetje schoon, hè? Koningsdag dan. Ja, het is natuurlijk geen Koninginnedag, maar één ding wordt zeker wel hetzelfde, de hoeveelheid troep. Hoewel, misschien wordt het dit jaar ietsje minder. Want wie het waagt om een fles in de Amsterdamse grachten te gooien, die krijgt een paar watercowboys op een jetskliko achter zich aan. Hey. Was deze van u? Ja, was leeg. Wat dan, jongen? Nou, het is een hand. Ik wou wel even met je erover hebben. Wat? Maar als wat jij doet, als iedereen dat doet, ja. Zoals met dat plastic in die zee, krijg je allemaal eilanden van plastic. Het komt in de vis te zitten, in de vogels. Zo en ook in onze eigen maag. Ja, dat is toch feest, jongen? En jij bent zo'n coole gast. Weet je wat je met die fles moet doen? Die moet je hierin gooien. Waarom dan? Dat is een van die eilanden die ook tijdens Koninginnedag de hele boel schoonhoudt. Ja. De waternet, cowboys! Koningsdag morgen vaart er wel een hele bijzondere jetski door de grachten van Amsterdam. Er zijn namelijk vuilnisbakken aan het vaartuig gemaakt. Een jetskliko dus. Waternet wil hiermee aandacht vragen voor de grote hoeveelheid rotzooi die elk jaar in het water wordt gegooid. Als deze boten langskomen, die kennen mensen. Als dit bootje langskomt, denken mensen, wat is dat? Jezus, die halen vuilnis op. En dat inspireert om gewoon alles schoon te houden en niks in het water te gooien. Na Koningsdag ligt er bijna 2 ton afval in het water en dat is dus een hele klus om op te ruimen. Dit jaar liggen er voor het eerst afvalboten in de grachten waar mensen hun troep kwijt kunnen. Ja, voor de meeste mensen is het natuurlijk heerlijk toeven hier op het water, maar voor een ander is het keihard werken. Zo ben ik hier bij de jongens van de Jetkliko en jullie zijn al even aan de gang. Ja, wij zijn vanaf 8 uur al bezig met, je ziet het hè, overal zie je nu al plastic en bekertjes in het water liggen. En dat is de bedoeling niet hè. Alles netjes houden vandaag en mooi opruimen. En wij proberen de mensen te inspireren om goed hun best te doen met alles schoon te houden hier vandaag. En lukt dat een beetje zover? Nou, de mensen worden behoorlijk enthousiast en soms zien ze, willen ze iets gooien, dan zien ze ons en dan denken ze, oh. En dan komen wij met ons netje en dan, dat vergeten ze nooit, hè. Alles netjes opgeruimd. Het is waanzinnig, wat een mooie dag, zeg. Eén vraag, hoe voller die kliko's raken, hoe zwaarder ze worden, wanneer gaat dat ding zinken? Ja, kijk eens, we zinken al bijna, maar er zijn eilanden in de stad waar we af en toe langs varen en dan kunnen we alles weer dumpen. En dan gaan we weer omhoog. Het gaat hartstikke goed. Fantastisch, jongens. Nou, zet hem op voor het goede werk. Dankjewel, we doen het voor jullie, hè? Ja. We doen het voor jullie. Houd de grachten schoon. Yo! Hey. Nou, dat gaat hartstikke goed. Er zijn er ook nog plasboten en afvalboten. En daar gaan we nu even een kijkje nemen. Dit is gewoon keiharde topsport. Ja joh.
Gaat het een beetje? Ja, gaat goed. Het zonnetje schijnt, dus het gaat heel goed. En de buiten, het valt nog een beetje tegen, maar hebben jullie al bijzondere zaken ontvangen? Nee, eigenlijk niet. Veel complimentjes. Ja, veel complimentjes dat we goed bezig zijn. Ja, het is wel best een originele manier om afval in te zamelen. Ja, het is een hele goede manier en hij werkt ook heel goed. Wist je dat als we het niet deden, dat er dan 200.000 kilo afval door Koninginnedag in de grachten komt? Dat heb je heel goed ingestudeerd. Ja, hoor je hem. En jullie werken bij Waternet of is dit gewoon voor jullie een andere manier? Ik ben ingehuurd door Natwerk voor Waternet. Je dacht, ik heb toch niks anders te doen op Koninginnedag? Nee. En het is wel gezellig met steentjes. Dus, Nou, zet hem op voor het goede werk. Ja.